Iedereen kent ze tegenwoordig wel, de zogenaamde social media buttons. Met social media buttons kun je stemmen op websites als nujij.nl, waardoor de berichten bovenaan komen te staan. Een andere bekende is EQDOS, MSN News of MSN Reporter. En tot slot, een van de grootste bekende is dik.com. Als voorbeeld gaan we eens kijken naar een artikel op Marketing Facts. Onderaan het artikel zie je vaak de zogenaamde buttons staan. Wanneer je dan op die buttons klikt, bijvoorbeeld op de EQDOS button, krijg je een schermpje te zien op EQDOS. Dit schermpje heeft dan automatisch de titel er al in staan, het URL van het artikel. Je kunt aangeven in welke categorie het artikel moet komen te staan. In dit geval kies ik voor internet. En daaronder kun je een kleine beschrijving geven van het artikel. Wanneer je dit hebt gedaan, kun je ook nog een afbeelding toevoegen. In dit geval voeg ik geen afbeelding toe, maar je kunt op bladeren klikken. Dan kun je een afbeelding van je eigen computer uploaden. Wat ik nu dus niet ga doen. En je klikt op toevoegen. Nu wordt het artikel toegevoegd aan EQDOS en kunnen andere mensen hun stem uitbrengen. Iedereen kan dus een artikel toevoegen. Iedereen mag een artikel toevoegen. Je moet dan wel een account aanmaken op EQDOS, wat overigens zo gebeurd is. Zodra je een artikel hebt toegevoegd, krijgt het artikel automatisch een kudo. En andere mensen kunnen er ook een kudo aan toevoegen. En er kunnen ook reacties toegevoegd worden aan het artikel. Via de social media websites kun je dus zeker meer bezoekers krijgen, mits je interessante artikelen schrijft. Ik zou zeggen, test het eens uit op karelgene.nl. Onderaan de artikelen vind je de social media buttons. Vind je het artikel interessant, stem dan via een van de social media buttons.